De basisscholen hebben vandaag een herstart gemaakt met het onderwijsproces. Leerlingen van de diverse basisscholen mochten zich vandaag fysiek aanmelden op school. Minister Marie Levens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur zegt dat er een misvatting bestaat over het COVID-19-virus bij kinderen. Ze benadrukt dat het ministerie haar protocollen zodanig heeft ontwikkeld dat de veiligheid van de kinderen gedurende de schooltijden is gegarandeerd. Wat je hebt is dat een heleboel ouders een beetje bang zijn. Verschillende ouders zijn nog onzeker over de situatie. Het is niet goed begrepen dat kleine kinderen niet zo makkelijk ziek worden. En als ze ziek worden, worden ze niet echt serieus ziek. Men vergelijkt kleine kinderen met grote mensen. En dat is niet handig om te doen. Het is veilig voor die kleine kinderen. Waar het minder veilig voor is, is voor leerkrachten die niet ingeënt zijn. Die zouden nog ziek kunnen worden. En wij hebben dus voorgesteld zoveel mogelijk de leerkrachten te vragen om zich te laten inenten. Meer voor zichzelf en voor hun collega's. We zijn blij dat er steeds meer leerkrachten zich laten inenten. En hopen dat langzaam maar zeker we totaal open kunnen gaan. De bewindsvrouw zegt dat de scholen die nog niet klaar waren met de voorbereiding morgen zullen beginnen. Ze wacht nog rapportage af om te weten hoeveel basisscholen vandaag zijn begonnen. Heb ik gezegd woensdag. Iedereen die klaar is vandaag, begint. Dus ik krijg vandaag rapportage van hoeveel scholen wel begonnen zijn. Je hebt een beetje ruis gehad omdat in een eerder bericht gestaan had dat we streven om in september met vakantie te gaan en we streven om in oktober open te gaan. En dat is vertaald in, de minister heeft gezegd we gaan september met vakantie en oktober pas open. Dus een heleboel ouders hebben gedacht, ja, we hebben dus nu vakantie tot oktober. Maar dat stond er niet. Wat er stond is, we streven ernaar. Minister Marie Levens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. De scholen in het binnenland zijn vandaag niet begonnen met fysiek onderwijs, omdat bepaalde scholen daar onder water zijn gelopen en de lokalen weer klaargemaakt moeten worden om lessen te kunnen verzorgen.